Ja, dames en heren. Wat ontzettend fijn om hier te zijn. Welkom bij de privacyreden 2022. Yes! Ja! Oh. Mijn naam is Jurien Hamer. Ik werk bij het Rathenouw Instituut. Deze geweldige reden wordt georganiseerd door Setup en Surf. En ik vind het een verademing om weer hier te staan. Ik stond hier 2 jaar geleden ook. Misschien zaten sommige van jullie hier ook wel in de zaal. Niets vermoedend wat er over ons heen zou walsen de 2 jaar erna. En nou zitten we hier weer. De samenleving gaat weer open. We hebben weer een beetje zin in. Het is een hoopvolle tijd. Maar geldt dat ook voor de digitale samenleving? We hebben net een prachtig nummer gehoord van Rosa en Niels. Eigenlijk van Garfunkel en Simon, maar dan omgekeerd. Bridge over Troubled Waters. De vraag is natuurlijk, die digitale samenleving die zit ook in troebele wateren. Dus gaat dat goed komen? Ik vraag me wel eens af of het goed gaat komen. Ja, als je het even bij elkaar optelt. We hebben dus autocratische regimes die ongelooflijk veel desinformatie verspreiden. Burgers onderdrukken. We hebben ook een eigen overheid met een flinke datahonger. We hebben aan de andere kant machtige techbedrijven. Die natuurlijk ook heel veel data willen hebben. Die ook ons proberen te sturen en beïnvloeden. En misschien klikken we dan wel op dingen waar we helemaal niet op willen klikken. En maken we keuzes die we eigenlijk helemaal niet willen maken. En om het nog erger te maken, is nu ook zoiets, dat is een juice-kanaal. Ik weet niet of iemand... Wie kijkt hier wel eens naar een juice-kanaal? Steek maar even je hand op. Schaam je niet. Ja, ik zie daar een paar mensen. Dat is dus een online roddelkanaal. Dat heet nu dus ook juicen. Als je bij het koffieapparaat gaat staan en je zegt, ik wil even wat roddelen, dan ben je dus aan het juicen. Schokkend. Fascinerend, maar schokkend. En daarom wilde ik, voordat ik de spreker introduceer, eigenlijk een kleine poll doen. Ik heb een stelling. Volgens de Europese Commissie is dit het decennium van de digitale technologie, de digital decade. En mijn vraag is eigenlijk van wie heeft er nou vertrouwen in dat in 2030 die digitale rechtsstaat er echt beter aan toe is dan vandaag? Steek je hand maar op als je dat denkt. In 2030 is het beter dan vandaag. Ja, het is beter. Nou, best wel veel handen, optimistische mensen. Zijn er ook mensen die zeggen nee? Nee. Ondanks de goede initiatieven die er zijn, we werken er allemaal hard aan, maar in 2030 is het slechter dan vandaag. Nou, toch nog best wat vingers. Ik denk dat we een beetje hoop nodig hebben. En we hebben ook een spreker vanavond die de reden ook zal uitspreken. En die gaat ons die hoop ook een beetje bieden. Die gaat de problemen van die digitale samenleving bespreken, maar ook perspectief schetsen. En die wil ik heel erg graag introduceren. Hij zat in de Kamer voor D66 van 2010 tot 2021. Hij is ook meerdere malen verkozen tot ICT-politicus van het jaar. En hij heeft nu een eigen bureau Digitale Zaken, waarbij hij buiten de politiek om, eigenlijk met de politiek, maar buiten politiek, werkt aan de rechtsstaat in de digitale samenleving. Dus een hartelijk applaus voor Kees Verhoeven. Succes. Dank. Dit is gelijk al de introductie. Nee, heel goed. Ik ga dan ook beginnen. Ontzettend leuk om hier te zijn. Ik heb net al naar een prachtig nummer geluisterd en ik heb begrepen uit internetbronnen dat het een heel moeilijk nummer was om te zingen, maar dat was er niet aan af te horen. Dus geweldig. Dankjewel Jurien voor je introductie. Het nummer wat we jullie net gehoord hebben, dat gaat over troost. Het is ooit geschreven om troost te bieden in een moeilijke tijd. Maar het gaat natuurlijk ook over troebel water. En als het om privacy gaat, als het om vrijheid gaat, dan hebben we te maken met troebel water. Daarnaast vertroebelt technologie ook onze blik. Daar zal ik straks in mijn reden meer over vertellen. En het is ook nog eens zo dat je onder het oppervlak van het water, 90%, dat topje van de ijsberg, dat is het enige wat we zien. En onder dat water, de motorkap van het internet zou je kunnen zeggen, daar zit ook nog heel veel en dat zien we niet. En dat heeft ook heel veel invloed op de manier waarop we omgaan met dat internet. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. Ik vind het heel bijzonder dat u er ook allemaal bent. En ik ook leuk dat de mensen thuis via de livestream mee kunnen kijken in deze stormachtige avond. Eerst even over privacy. Want privacy is een woord wat ongelooflijk vaak gebruikt wordt. Het is een woord wat aan de ene kant
is uitgehold geraakt. Het heeft voor veel mensen heeft het een soort plichtmatig karakter gekregen. In de Tweede Kamer gebeurde het dan vaak dat er bijvoorbeeld een wetsvoorstel was en dan werd er gezegd, ja, ik vind privacy heel belangrijk, maar... En dan volgde er iets waaruit bleek dat privacy misschien toch niet zo belangrijk was. Een beetje hetzelfde als dat je zegt, met alle respect, maar... Kortom, privacy is een beetje een begrip wat voor sommige mensen een soort plichtmatig gehalte heeft gekregen. Containerbegrip, het is een beetje uitgehold. Aan de andere kant is het juist een begrip wat in de afgelopen decennia een beetje te smal geworden is. Want eigenlijk, wij praten over privacy, maar eigenlijk zouden we moeten praten over autonomie. Over de mogelijkheid om als mens bepaalde keuzes te maken en daarin vrij te zijn. Dus aan de ene kant is het een uitgehold begrip en aan de andere kant is het een beetje een ingedikt begrip. En daarbij is het heel belangrijk, voordat ik begin wil ik dat jullie dat toch nog even met z'n allen een keer beseffen, dat privacy meer is dan een individueel iets. Het is dus niet iets wat alleen maar gaat over dat je het recht hebt om iets voor jezelf te houden, of dat het gaat om het recht om iets te verbergen. Het is namelijk ook een collectief of een publiek goed. Want er wordt wel eens gedacht dat als je anoniem data verzamelt, of van bepaalde groepen data verzamelt, dat het dan minder invloed heeft. Maar ook in dat geval heeft het invloed op de manier waarop de samenleving wordt vormgegeven. Dus privacy is meer dan alleen maar iets voor jezelf. Het is echt een maatschappelijk onderwerp. En daarom heeft... Ik ga niet mijn hele lezing allemaal mensen aanhalen, maar een paar vind ik toch wel goed. Yevgeny Morozov die heeft ooit gezegd het feit dat we nu allemaal data kunnen verzamelen, dat eigenlijk betekent dat er een soort onzichtbaar prikkeldraad om ons heen gespannen is, waardoor we dus onbewust minder vrij zijn. En Foucault heeft ooit gezegd dat het surveilleren altijd consequenties heeft, ook al wordt er niet altijd gesurveilleerd. Oftewel, het feit dat mensen in de gaten gehouden worden, heeft altijd consequenties op een bepaald moment. Dus dat is iets wat je in de gaten moet houden. Het is niet iets wat je maar even kan doen en dan is het weer klaar. Dat is het belang van privacy. Dan weten jullie dat. Dan, het woord privacy reden bestaat uit twee woorden, privacy en reden. Waar gaat deze reden over? Wat ga ik over dit onderwerp proberen naar voren te brengen? Ik wil proberen hoop te bieden, troost te bieden. Dat is waar een Bridge Over Troubled Water ook over gaat. Dus ik zal zo nu en dan soms een wat somber gevoel bij u oproepen. Maar dat doe ik bewust om uiteindelijk uit te komen op iets positiefs. En iets van een kans, iets van een vooruitzicht. Ik ga in deze reden proberen de vraag te beantwoorden, hoe kunnen we zorgen dat we een menselijke samenleving houden in het digitale tijdperk? Dat is wat ik probeer vanavond te beantwoorden. En dat gaat dus over de spanning tussen de digitale revolutie en de democratische rechtsstaat. Daar gaat mijn reden over. En daarom ga ik jullie eerst een klein beetje terugnemen naar de begintijd van het internet. En dat doe ik omdat ik dat leuk vindt, maar ook omdat het belangrijk is om een beetje die begintijd te snappen, om te zien waar we nu mee te maken hebben. En die begintijd van het internet begint zo ergens rond 1988. Natuurlijk, in de Tweede Wereldoorlog werd er ook al met computers gewerkt en dus alles gaat uiteindelijk veel verder terug, maar in 1988... Wie was er in 1988 al bewust van de wereld? Kan ik eens vingers zien? Want dat is namelijk aardig. Dan heb je gelijk ook een beetje een idee van wat er in zo'n zaal zit. En dat doe je dan op een onschuldige manier. Het is namelijk leuk, want ik ben zelf van 1976. Dus ik denk dat de zaal ongeveer 50-50 is als het gaat om wie die jaren 80 bewust heeft meegemaakt en wat minder. Ik zie daar twee heren zitten die dat niet zo bewust hebben meegemaakt. Leuk dat jullie er zijn. Maar ik was in 1988 12. En dat is een hele bewuste leeftijd. En ik weet nog goed, het Nederlands elftal werd Europees kampioen. Fantastisch. En we waren bezig met cassettes en met cd's. Op een gegeven moment moesten we eigenlijk alle cassettes gaan vervangen voor cd's. Want ja, dat moest je doen. En het was een hele onbezorgde tijd. En in 1988 kwam ook het internet. Het internet dat door de Amerikaanse regering mede werd ontwikkeld, kwam in Europa aan land, in Amsterdam. 1988 kwam het internet aan land. En een jaar later, dat viel samen, dat heeft niet met elkaar te... Dat is geen causaliteit, maar het gebeurde wel een jaar later. Viel de Berlijnse muur. Viel de fysieke scheidslijn tussen het oosten en het westen viel weg. Dus je had in
in een paar jaar tijd een fysieke oude scheidslijn die verdween en een digitale verbindingssysteem wat de wereld ging veroveren. En dat heeft in die tijd tot een ongelooflijk optimisme geleid. Internetoptimisme. Er waren in die tijd drie grote bewegingen die bij elkaar versterkend, naast elkaar, hun intrede deden. Dat was digitalisering, de komst van het internet. Globalisering, de steeds nauwere verbondenheid binnen de wereld. En wat je zou kunnen zeggen liberalisering of het liberalisme. En dat is natuurlijk de politieke ideologie liberalisme die eigenlijk de winnaar was van van de ideologische strijd tussen het communisme, het fascisme en het socialisme. Dus er was een soort een drieluik van gebeurtenissen wat tegelijkertijd over de wereld heen spoelde. En dat leidde tot twee stellige voorspellingen van wetenschappers en van economen en van politici en van duiders en van columnisten. En, nou ja, die zeiden, er gaan twee dingen gebeuren. We gaan een economie krijgen die nooit meer stopt met groeien. Nieuw economy. Geen poortwachters meer, geen tussenpersonen meer. Want het internet zou iedereen de mogelijkheid geven om alles met elkaar te verbinden, jezelf te etaleren, je waar te verkopen. Dus het zou een vrije, open economie zijn die geen last meer had van conjunctuurgolven. Was de gedachte, hè? Dat heette dus de new economy. En de tweede belofte, de tweede grote belofte die voortkwam uit die tijd, was natuurlijk het feit dat er wereldwijd de democratie zou gaan winnen. Dat democratisering door het internet bijna onvermijdelijk zou zijn. Dus internet zou eigenlijk de wereld democratischer gaan maken. Dat was de tweede grote belofte. Het internet als een soort vehikel van vrijheid. En die twee voorspellingen die zorgden ervoor dat in de jaren 90 iemand op een gegeven moment zei, een heel beroemd boek is dat geworden, het einde van de geschiedenis zou zijn aangebroken. En niet het einde van de geschiedenis als in nu stopt de wereld of nu stopt het. Nee, het einde van de geschiedenis, daarmee werd bedoeld, Fukuyama, daarmee werd bedoeld dat iedereen in de wereld uiteindelijk zou leven in een vrije marktdemocratie. Dat was het gevoel. Dat was wat iedereen dacht. Ja, en we weten natuurlijk inmiddels dat het anders is gelopen. Want wat gebeurde er? Er begonnen natuurlijk ook tegenkrachten te komen. En er was een omslag ergens in maart van het jaar 2000. Misschien weten jullie het nog wel. Wat was er aan de hand op 1 januari 2000? Wie weet het nog? Welk woord? Gil het maar. Ja, de? Millennium bug, hè? Dus iedereen was bang dat het internet op de een of andere manier met al die nullen dat het mis zou gaan, dat het vast zou lopen. Dat gebeurde niet. En in maart was het optimisme op die internetbeurs met al die nieuwe bedrijven van die nieuwe economie, dat was op een gigantisch hoogtepunt. Die beurs die piekte in maart van 2000. Iedereen dacht, perfect, het gaat goed. En tegelijkertijd was in Amerika Bill Clinton samen met Al Gore. En Al Gore was de tweede man, dat was de vicepremier. En die heeft zichzelf een beetje, die noemde zichzelf een beetje de internetdeskundige. En die gingen overal het land doortrekken en die vertelden dat het internet niet te reguleren was, dat het die grote kracht was en dat China met zijn poging om dat internet aan banden te leggen, dat hetzelfde was als het spijkeren van een plumpudding aan de muur. Zo van, dat kun je wel proberen, beste mensen, maar dat internet, dat is niet te reguleren. Dat gebeurde, die twee gebeurtenissen waren allebei in maart van het jaar 2000. Dat was de absolute piek van het optimisme. Want daarna begonnen de geleidelijke veranderingen in de geschiedenis plaats te vinden. In het voorjaar van 2000 liep de zeepbel leeg. De dotcom crash. He, dus al die prachtige bedrijven met die grote beloftes, die bleken eigenlijk geen geld te verdienen. Dus die bedrijven die maakten hun beloftes van de aandeelhouders en de investeerders, niet waar. En die beurs die kelderde, in een jaar tijd liep die zeepbel helemaal leeg. Dat leidde ertoe dat heel veel mensen economisch in de problemen kwamen. Er werden allerlei schulden werden gecreëerd om de groei maar overeind te houden. Nou, dat heeft er weer geleid tot de bankencrisis. Maar het leidde vooral tot het verdienmodel van de grote technologiebedrijven. Want die technologiebedrijven, die internetbedrijven van de 1.0 internetbedrijven, die verdienen geen geld. Dus die dachten, hé, we moeten wat gaan bedenken. En wat ze bedachten was natuurlijk het verdienmodel wat we nu kennen. Data, advertenties en profielen en algoritmes. Dus die crash heeft er uiteindelijk toe geleid dat we nu zitten met grote bedrijven die alles over ons weten.
En er gebeurde nog iets, want Clinton en Gore die dachten wel dat het internet niet te reguleren was. Maar in het jaar 2000 kwam Poetin aan de macht. En hij was de eerste in een reeks anti-westerse dictators die wel degelijk erin geslaagd zijn om het internet te controleren. Sterker nog, Jurien vertelde het net al, ze ontwrichten onze samenleving op dit moment zelfs met digitale wapens. Desinformatie uit Rusland wordt gewoon echt, er wordt gewoon fabriekmatig wordt dat naar onze economie en naar onze democratie toegebracht om ons te ontwrichten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor China, wat zelfs technologie ziet als het middel om de leidende natie in de wereld te worden. Cyberspionage, dat soort zaken. Dus we kampen nu in 2022 met een hele andere wereld, met een heel andere uitdagingen dan we eigenlijk hadden gedacht in de jaren 80. En dat is goed om ons te realiseren, want we denken nog steeds heel erg positief over de kansen van het internet. En dat is terecht. Digitalisering biedt geweldige kansen, maar het biedt dus ook een aantal serieuze bedreigingen. Serieuze bedreigingen ook van onze privacy. En we hebben twee keer vandaag hebben we een intermezzo. En elke keer als ik naar het muzikale intermezzo toewerk, dan vertel ik iets over hoe technologie en psychologie met elkaar te maken hebben. Want dat verdienmodel van die grote big tech bedrijven, dat verzamelen van die data en die algoritmes die ze gebruiken om ons advies te geven over wat we moeten gaan kijken, wat we moeten aanklikken, dat is een hele slimme technologie die inspeelt op de manier waarop ons brein functioneert. Want wat gebeurt er als je achter de computer zit? Dan zie je een scherm en je ziet content en daarvan denk je, goh, ik klik daar bewust op en ik kies daar vrij voor en dat heb ik op de een of andere manier heb ik dat zelf gekozen. Maar wat er werkelijk aan de hand is, is dat er een onzichtbaar proces is. Dat is dat topje van die ijsberg wat je wel ziet, maar die 90% die je niet ziet. Het is een onzichtbaar proces wat jou als het ware stuurt op basis van hoe jij je in het verleden gedragen hebt. Dus die technologie die is onzichtbaar, waardoor jij denkt dat die er niet is. En dan geeft die technologie jou ook nog eens precies datgene wat aansluit bij wat je eigenlijk al vindt. Dat is een psychologisch principe, dat heet de confirmation bias. Dat betekent dat je altijd op zoek bent naar informatie die aansluit bij datgene wat jij al vindt of denkt. Dus een onzichtbaar systeem van data en algoritmes zorgt ervoor dat jij dingen te zien krijgt die je eigenlijk al vindt. Nou, dat geeft een heel lekker gevoel. Dan schieten er allemaal dopamine shots door je hersenen. Die denken, goh, ik moet doorklikken. Dus het is niet een soort van vrije keuze altijd als je achter het internet zit. Ik zal niet zeggen dat je totaal deterministisch bent gestuurd, maar het internet, de technologie van het internet speelt in op ons brein. En dat is heel belangrijk. Want daardoor ontstaan er allerlei bubbels, filterbubbels en echokamers, waardoor mensen eigenlijk steeds meer in groepjes van gelijkgestemden komen. Nou, a bridge over troubled water, een brug. Ik zou bruggen gaan slaan. Ik heb het over bubbels gehad. Nou, dan komen we nu bij het eerste muzikale intermezzo, wat gaat over bubbels. Dus mag ik jullie hartelijk applaus voor het eerste muzikale intermezzo. Ik denk dat ik dat zo wel kan doen. Ja, Boy in the Bubble, heel mooi. En dat nummer, dat is destijds geschreven als een kritiek op het kapitalisme en de consumptiemaatschappij, die natuurlijk ongelooflijk actueel is, die kritiek. En het is wel leuk om te noemen, want de reden dat er vandaag nummers van Simon & Garfunkel worden gezongen, dat heb ik niet bedacht. Dat is een bedenksel van Marijn van Vliet. En Marijn is nu niet hier, maar hij kijkt vanuit huis. Maar Marijn van Vliet was mijn medewerker bij D66. En wij schreven in 2019 schreven wij een pamflet, De Digitale Revolutie. En Marijn had bedacht dat we daar tekst uit Boy in the Bubble boven de verschillende hoofdstukken moesten plakken. Dus de muziekkeuze heeft u eigenlijk aan Marijn van Vliet te danken, met wie ik samen 5 jaar lang over dit onderwerp heb nagedacht. Dus dat leek me wel goed om even te zeggen. Anders denken jullie nog dat ik ook nog de muziekkeuze van vandaag heb gedaan. Maar dat is helemaal niet zo. Die kritiek op de consumptiemaatschappij, op het kapitalisme, die is natuurlijk, zeker als je kijkt naar de rol van big tech, de big tech bedrijven, is natuurlijk heel actueel. Want die big tech bedrijven, die kiezen ervoor om geld verdienen, om commerciële belangen boven maatschappelijke belangen te stellen. Daar ga ik straks nog iets meer over zeggen, maar dat is natuurlijk wel iets wat iets heel verdrietigs is. We hebben het over het
over het digitale tijdperk, zou je kunnen zeggen. Ik begreep van Jurriën dat de Europese Unie dit decennium heeft aangewezen als het Digital Decade. Daar zijn ze dan rijkelijk laat mee, want zoals ik net al zei, zijn we eigenlijk al 3 decades verder. Dus ik zou liever willen spreken van een soort digitaal tijdperk waar we langzamerhand met z'n allen in terecht zijn gekomen. Mensen zeggen wel eens tegen me, oké, je bent wel erg somber geworden de laatste tijd. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo, ik was altijd al somber. Nee, ik zie echt wel dat digitalisering geweldige kansen te bieden heeft. Dat zie ik. Ik weet dat je met algoritmes veel beter dan een mens dat kan doen, kankercellen kan opsporen. Of suikerziekte. Ik weet dat je met digitale technologie 2 jaar lang een land gewoon draaiende kan houden. Ondanks het feit dat er een pandemie is. Dat al onze kinderen thuis onderwijs konden krijgen. Dat we allemaal thuis konden vergaderen. Heerlijk. En dat we ook allemaal nog thuis konden winkelen ook. Dus, en Nederland heeft dat fantastisch gedaan. Hè? Dus dat vergeten we wel eens. Maar dat is allemaal digitale technologie. En we kunnen ook met data en onderzoek kunnen we kijken hoe de klimaatverandering is. En we kunnen in onze steden kijken hoe de milieuvervuiling kan worden teruggedrongen. Dus we kunnen de persoonlijke leerbehoeftes van kinderen kunnen we veel beter in de gaten houden. Dus ik zie in dat digitalisering iets fantastisch is. Alleen dat is de boodschap die er bijna 35 jaar ingeramd is door Silicon Valley. Hè? Het kan, dus het moet. We gaan het doen, want het kan. En het is allemaal fantastisch wat wij doen. Kijk ons eens hoe wij het allemaal verkopen. Dus ik wil ook gewoon oog hebben voor die keerzijde. Dat vind ik gewoon, dat is een kwestie van balans en een kwestie van evenwicht. En we hebben door dat internetoptimisme uit de jaren 80, waar ik mee begon, hebben we de neiging, altijd als ik in zaaltjes kom, ja, maar Kees, de kansen. Ja, de kansen, die zijn er. Die hoeven we misschien ook niet in goede banen te leiden. We moeten de bedreigingen in goede banen leiden. En die bedreigingen, die zijn er ook. Dat zijn grote staten die digitale wapens inzetten om democratieën te ontwrichten. Dat zijn grote technologiebedrijven die zorgen voor polarisatie om geld te verdienen. En dat is zorgelijk. Dus we leven in een digitaal tijdperk met uitdagingen. En het gekke is dus dat die belofte uit de jaren 80 ook een bedreiging van de democratie is gebleken. Dat is heel belangrijk om te beseffen. En het is ook zo dat het internet of digitale technologie niet een soort bottom-up kracht is die mensen in staat stelt om zichzelf te bevrijden, wat we dachten. Maar het is ook een top-down kracht die door machthebbers en dictators gebruikt kan worden om de wereld naar hun hand te zetten. Dus we hebben dat internet de afgelopen 35 jaar wel een klein beetje verkeerd ingeschat. En dat bleek bijvoorbeeld ook weer tijdens de social media revoluties. Op een gegeven moment waren er in een aantal Arabische landen waren er social media revoluties. En iedereen dacht toen, nou, nu gaat die social media gaat nu voor democratie en wereldwijde vrijheid zorgen. Nou, kijk maar eens op Twitter en je weet dat het niet helemaal uitgekomen is. Dus het is moeilijk om dat internet te begrijpen. We zitten nog midden in die verandering. Maar het betekent wel één ding, en daar ben ik als Tweede Kamerlid van overtuigd geraakt. Het is aan politici, aan beleidsmakers, aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om dat internet in goede banen te leiden. Het is een verantwoordelijkheid van de politiek. Het is een maatschappelijk vraagstuk. Het geeft tal van nieuwe dilemma's. En de politiek moet dat in goede banen leiden. En de vraag is dus of dat lukt. We hebben het heel vaak, als het over privacy gaat, hebben we het heel vaak over big tech. En ik wil het eigenlijk dus niet meer over big tech hebben vandaag. Want ik zie ook een andere bedreiging van onze privacy, waar het veel minder vaak over gaat. En daar zou ik eigenlijk de rest van mijn reden aan willen besteden. Een zogenaamde dreiging die wat dichter bij huis is en waar we ook meer aan kunnen doen met z'n allen. Dus ik ga weer even terug naar die periode rond 2000, 2001. En een van de gebeurtenissen die we ons allemaal herinneren uit die tijd waren natuurlijk de aanslagen op de Twin Towers, op 9/11, 2001. Iedereen weet nog waar die toen was. Iedereen weet nog, nou ja, er is één iemand die het niet meer weet. Maar ja, die persoon ook niet kwalijk nemen of zo. Hè. Dus, bijna iedereen weet nog waar die toen was. En dat heeft natuurlijk de wereld volledig veranderd. Dat was het definitieve omslagpunt naar toch een meer gesloten, angstige wereld. En wat er gebeurde, die Twin Towers die stortten in en de verschrikkelijke beelden die we ons allemaal herinneren, die leidden direct tot een reactie van de Amerikaanse president die er toen was, George W. Bush, die zei, war on terror. En die war on terror, dat was natuurlijk de volgende zin die hij eigenlijk zei is, you're with us or you're against us. Oftewel, je bent voor ons en anders ben je automatisch tegen ons. Dus hij trok als het ware nieuwe
morele scheidslijnen door de wereld heen met die uitspraak. Je moest een kant kiezen. En die aanslagen in 2001, die zorgden dus voor angst voor meer aanslagen. Dus er kwam heel veel angst in de samenleving. Er kwam ook weerzin tegen de globalisering. Het feit van die open wereld was ineens helemaal niet meer zo leuk. Want dat betekende ook dat je in een vliegtuig kon stappen en dat je in een ander land twee torens en duizenden mensen kapot kon maken. Dus er kwam ook een soort tegenkracht van die globalisering. En het liberalisme was inmiddels het neoliberalisme geworden. En het neoliberalisme, dat is nu een van de dooddoeners waar iedereen een hekel aan heeft. Dat is flitskapitalisme, milieuvervuiling. Ook dat begon in die tijd door te dringen tot mensen. Dus er ontstond een heel ander klimaat, wat heel anders keek naar die drie grote krachten: digitalisering, globalisering en liberalisering. Er kwamen hele duidelijke tegenkrachten op gang. En die tegenkrachten die zorgden weer voor dat de democratie onder druk kwam. Dat allerlei populisten en radicale politici en nieuwe autocraten op konden komen om duidelijkheid te bieden aan hun bevolking en om zekerheden te bieden in die onoverzichtelijke wereld. Strong men waren helaas altijd wel mannen. En dat leidde dus tot een ander soort, ander soort democratie. Een ander soort gevoel, in ieder geval in Europa. En ook in Nederland veranderde natuurlijk heel veel. Jarenlang hebben we in Nederland gehad dat er gewoon 3 of 4 partijen in de Tweede Kamer ongeveer 120, 130 zetels hadden. En dat die gewoon met elkaar een beetje in het politieke midden een beetje wat details uitruilden. En dat gewoon het bestuur van ons land was. En nu hebben we een Tweede Kamer met 19 partijen, met allemaal radicale flanken. Allemaal specifieke, op doelgroep gerichte, op bubbels gerichte partijen. En het is ook een heel andere sfeer geworden in de Tweede Kamer. Er is een verruwing van het debat ontstaan. Dus we leven echt wel in een hele andere tijd dan we hadden gedacht. En het vertrouwen in de politiek is ook omlaag gegaan. Heel veel mensen hebben eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in de politiek. Dat zijn de zichtbare gevolgen van 9-11, van de aanslagen in 2001. Maar er is ook nog een wat minder zichtbaar gevolg. En dat is dat die angst voor nieuwe aanslagen overal ter wereld ervoor zorgde dat regeringen, democratisch gekozen regeringen, dat die steeds meer onder de huid van burgers wilden kruipen. Steeds meer wilden weten over die burgers. Steeds meer een net om die burgers heen wilden spannen. Steeds meer data over die burgers begonnen te verzamelen. En dat is heel lang heimelijk gebeurd. Dat werd niet gezegd, dat werd niet aangekondigd. Het werd gewoon gedaan. Dus langzamerhand, na 9-11, begon er een nieuwe werkwijze te ontstaan bij overheden. Dat is namelijk het verzamelen van data over burgers. Die in principe helemaal nog niks gedaan hebben. En dat is natuurlijk wel een grote ontwikkeling. Want we denken over onze overheid. We hebben misschien niet zoveel vertrouwen in de deskundigheid van de overheid als het gaat om het nemen van maatregelen over corona of het aansturen van ICT-projecten. Maar we hebben wel het gevoel dat onze overheid toch het beste met ons voor heeft. En ik denk dat dat ook zo is. Maar daarnaast heeft de overheid ook heel veel macht. Het is goed om je te beseffen dat niet alleen de techreuzen en de China en de Rusland en de andere dictators dat die macht hebben, maar onze overheid heeft ook macht. En omdat wij die macht van die overheid iets precairs vinden, hebben we een rechtsstaat. Dus we hebben het altijd over de democratie. We willen dat we een democratie zijn, want als we geen democratie meer zijn, dan zijn we een dictatuur. Maar we zijn ook een rechtsstaat. En als we geen rechtsstaat meer zijn, dan worden we op een gegeven moment een soort van politiestaat. En dat betekent dat burgers dan vogelvrij zijn. Dus de democratie gaat over de meerderheid beslist, maar de rechtsstaat gaat niet over het volk, maar die gaat over de burger. En die rechtsstaat is ontzettend belangrijk. En daarom gaan we die bevoegdheden van de overheid, die zijn we altijd een beetje aan het inperken. We hebben bijvoorbeeld afspraken in de rechtsstaat dat de overheid alleen iets mag doen Als er een wettelijke grondslag is. Dat heet het legaliteitsbeginsel. Dat is een rechtsstatelijk principe. En een ander belangrijk beginsel is het feit dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Dat is ook een heel belangrijk principe. En een ander belangrijk principe, een derde belangrijk principe, is onschuldpresumptie.
Dat wil zeggen dat je er bij voorbaat van uitgaat dat iemand onschuldig is. En we hebben, om dat allemaal, dat hele stelsel van die rechtsstaat bij elkaar te houden, hebben we de trias politica, de machtenscheiding. Iedereen kent dat. Alleen heel veel mensen weten eigenlijk niet precies waarom we dat hebben. We hebben een machtenscheiding tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. En dat is om de boel in balans te houden. Om ervoor te zorgen dat niet één macht te sterk wordt. Maar die rechtsstaat die functioneert minder goed de laatste tijd. En we weten allemaal wat er de afgelopen jaren in Nederland gebeurd is. We hebben één groot politiek schandaal gehad, het grootste schandaal van de afgelopen decennia. En dat was natuurlijk de toeslagenaffaire. En die heeft laten zien dat die rechtsstaat op een bepaalde manier niet helemaal goed gefunctioneerd heeft. En nu komt het tweede. Ik ga nu toewerken naar het tweede intermezzo. Maar ik ben er nog niet. Dat gaat over het feit dat de digitalisering ook in die uitholling van de rechtsstaat een rol heeft gespeeld. En niet volgens de weg die ik net al helemaal heb uitgelegd. Die weg via globalisering en al die grote... Nee, dat gaat via een hele andere route. Want technologie zorgt ook voor een enorme verandering van ons eigen gedrag. In 2004 kwam Facebook. In 2006 kwam Twitter. En in 2007 werd de eerste smartphone op de markt gebracht. Nou, dat zijn allemaal technologieën die bijna iedereen gebruikt. Toch even een populariteitspolletje. Wie zit er hier niet op Facebook? Kijk, dat is een lekker zaaltje, hè? Wie zit er wel op Facebook? Nee, hoeft niet, laat zien. Facebook, Twitter, smartphone zorgt ervoor gigantische veranderingen van ons gedrag. En dat komt, de schaal en de snelheid van digitale technologie is gigantisch. Alle technologieën in de afgelopen 250, 300 jaar hebben het gedrag van mensen veranderd. Telegraaf, radio, boekdrukkunst, televisie hebben allemaal voor gedragsverandering gezorgd. Maar digitale technologie heeft dat met een ongekende schaal en een ongekende snelheid gedaan. Even een voorbeeld uit mezelf, hoe mijn gedrag verandert door digitale technologie. Ik had op een gegeven moment had ik een stappenteller, zo'n smartwatch. Nou, ik kon echt niet meer gaan slapen als ik niet die 10.000 stappen had. Ik moest dan nog even dat rondje lopen. Puur omdat ik die informatie had, ging ik daarna handelen. En dat is wat er gebeurt. De gedragsverandering van digitale technologie is groot. Maar dat is ook zo in het geval van politici. In de politiek is er in de afgelopen decennia door die sociale media, door die smartphone, is er een combinatie ontstaan van scoringsdrang. Kijk mij eens, filmpjes maken in de plenaire zaal, Twitter zetten, motie indienen. 5.000 motie per jaar dient de Kamer in. Snel op Twitter zetten. Ik heb gezorgd voor. Motie wordt nooit uitgevoerd, maar dat wordt er nooit bij gezegd. Scoringsdrang. En dat komt dus doordat er allerlei nieuwe technologieën zijn die ons op de een of andere manier aanzetten om ons anders te gaan gedragen. En dat gaat op twee manieren. Technologie, zei ik net al, stuurt ons. Dus die technologieën die sturen onze keuzes. Dat was het eerste intermezzo. Maar technologie stoort ons ook. Technologie stoort ons. Technologie is ook een stoorzender. En ik heb in de Tweede Kamer gezien dat storen, dat 24/7 pushberichten, e-mailnotificaties, appgroepen, dat de hele tijd in je zit. Je bent de hele tijd bezig om daarnaar te kijken. Waardoor je dus niet meer op een rustige manier nadenkt. Wanneer je niet meer op een rustige manier tijd neemt voor dingen. En dat is ook een gedragsverandering die ervoor gezorgd heeft dat ook de politiek veranderd is in de afgelopen decennia. Mede door digitale technologie. We zijn een beetje junkies geworden. Sommige mensen die noemen zichzelf zelfs heel trots een nieuwsjunkie. Dan zeggen ze, ik ben een nieuwsjunkie. Ik denk, wat is daar nou eigenlijk iets om trots op te zijn? Want je kan veel beter eens een keer gewoon een boek lezen. Maar we willen allemaal op de hoogte zijn van nieuwtjes, van conflicten, van strijd. Daardoor slapen we minder, zijn we steeds moeier, uitgeputter. En als je moe bent en uitgeput bent, dan neem je geen goede beslissingen. Onrust maakt ons ongeduldig en ongelukkig. En dat komt dus onder andere door die digitale technologie. En daarom hebben we iets nodig wat ons weer rustig maakt. En daar gaan we nu naar luisteren. Echt heel blij dat jullie dit zo mooi gespeeld hebben. Ik krijg er echt kippenvel van. En dat is wel, soms wel eens goed om even kippenvel te krijgen in deze wilde tijden. Dit nummer, Sound of Silence, is geschreven
in de tijd om de emotionele onrust na de moord op Kennedy te kanaliseren. Dus het was een nummer wat geschreven werd om een bepaalde rust te creëren in een hele moeilijke tijd. En een van de eerste zinnen gaat over het feit dat de zanger spreekt over een visioen dat tot hem gekomen is in zijn slaap. En de manier waarop dat in dat nummer beschreven wordt, sluit echt heel mooi aan bij de kennis die er inmiddels is, bij neurologen, psychologen, over de manier waarop ons brein functioneert. En een van de dingen die ongelooflijk belangrijk is voor ons brein, is slaap. Dus stilte, slaap, rust, dat zijn ongelooflijk belangrijke dingen voor ons brein. En als nou iets gebeurd is in de afgelopen decennia, dan is dat er juist heel veel onrust is gekomen. Dat is dat storen, die stoorzenders. Die hebben gezorgd voor, in ieder geval in de Tweede Kamer heb ik dat van dichtbij gezien, in 11 jaar tijd. Die zorgen voor een bepaalde stress, voor een bepaalde soort haastgevoel. Van de hele tijd iets moeten. Alles moeten volgen en niet meer rustig nadenken. En dat heeft geleid tot een bepaalde, je zou het kunnen zeggen, heigerigheid, een gehaastheid, die ook zorgt voor politieke onmacht. En nu denken jullie van, ja maar Kees, we zitten hier bij de privacyreden en nu heb je het over slaap en over ons brein en over de politiek. Maar dat komt omdat ik gezien heb dat er een mechanisme aan de gang is wat onze privacy uiteindelijk verslechtert. En dat gaat ongeveer als volgt. Wetgeving en uitvoering krijgt een steeds grotere digitale component. He, dus de nieuwe technologieën die er zijn, de nieuwe databestanden, de nieuwe algoritmes, de nieuwe gezichtsherkenningscamera's, die worden steeds vaker toegepast. Hetgeen in de uitvoering dus terugkomt, dat is één. Politici worden steeds oppervlakkiger. Die moeten de hele tijd de buitenkant laten zien en zijn dus niet meer bezig met die wetgeving en die uitvoering. Of in ieder geval minder nemen ze daar de tijd voor. En daardoor wordt die complexere uitvoering steeds slechter gecontroleerd. En omdat het steeds slechter gecontroleerd wordt, worden er allerlei voorstellen en beleidswijzigingen en wetten aangenomen die slecht zijn voor onze privacy. Dat is wat er aan de hand is. En dat ik dit niet bedacht heb, dat kan ik met een aantal voorbeelden verduidelijken. Er zijn in de afgelopen jaren echt een aantal hele slechte wetten unaniem door de Kamer aangenomen. Alle wetgeving achter de toeslagenaffaire, die dateert niet uit 2020 of 2019, die dateert uit 2013, 2014. En toen heeft de Kamer 150-0 wetten aangenomen die mogelijk maakten dat bepaalde ouders die een klein foutje maakten op een zwarte lijst kwamen te staan en €10.000 terug moesten betalen. Maar toeslagenaffaire is niet het enige voorbeeld. In dezelfde tijd is er een systeem ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken wat het systeem risico-indicatie heet. Systeem om bijstandsfraude tegen te gaan. En ook die wetgeving in 2013, 2014, ongeveer dezelfde periode, unaniem 150-0 aangenomen door Kamerleden die bijna in een soort optocht van unaniem denken, allemaal dachten, ja, we moeten stevige wetgeving maken. We moeten zorgen dat de overheid meer data kan verzamelen. Iedereen was daarvoor, de hele Tweede Kamer. Dat is gevaarlijk, hè, als iedereen het overal over eens is. Dat is gevaarlijk. 150-0, 2 keer. En dan zou je denken van, ja, oké, nu zijn er afgelopen jaren zijn er lessen geleerd en rapporten uitgebracht en er zijn allerlei terugblikken geweest en reconstructies en er zijn schandalen geweest en zijn kabinetten afgetreden. Dus nu zal het wel anders gaan. Maar een van mijn laatste debatten in de Tweede Kamer, dat is mijn paradepaardje, toen ik het verzoek kreeg om de privacyreden te schrijven, dacht ik, nu kan ik het er nog 1 keer flink inrammen. Ja, als je de politiek uitgaat, ben je toch ook een beetje je kanaaltje kwijt. Ik ben nu ook van Twitter af. Dat is best wel eenzaam. Zet ik de Sound of Silence nog een keer op. Loop ik nog even naar beneden voor een kopje koffie. De WGS. De Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Dat is een wet die in 2020 is aangenomen door de Tweede Kamer. Ik was erbij. Er waren 5 andere partijen van de toen nog 14 partijen. De rest was niet gekomen. Het was corona, maandagmiddag. Van 3 tot 5, even snel, de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden erdoor jassen. Onder leiding van minister Grapperhaus. Minister Dekker. En het debat stelde eigenlijk niks voor. Er werd geen antwoord gegeven op de vraag. En dat is een wet, die Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Dat is een wet die ervoor zorgt dat de overheid
honderden overheidsinstanties, gemeente, FIOD, toezichthouders, Belastingdienst, UWV, de Keuringdienst van Waren, allerlei organisaties. Ook allerlei organisaties in het gezondheidsdomein, politie, recherche, dat die allemaal databestanden mogen uitwisselen, onderling mogen delen, samen weer mogen verwerken en dat geheel, die combinaties van nieuwe datasets, weer tot nieuwe analyses over mensen mogen laten worden. Nou, er zijn een aantal mensen die daar verstand van hebben. Die zeiden, dit is de toeslagenaffaire 2.0. Dit is super Siri. En Siri was dat systeemrisico-indicatie wat door de rechter verboden is. Dus ondanks die lessen uit het verleden gebeurt gewoon weer hetzelfde. En ook niet alleen de wet gegevensverwerking samenwerksverband is het voorbeeld. Want er is ook een wet nu in de maak die ervoor zorgt dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, dat die meer bevoegdheden gaat krijgen. En weet je waarom die meer bevoegdheden moeten krijgen? Omdat ze de wet hebben overtreden, omdat ze graag burgers wilden volgen, maar daar geen mandaat voor hadden. Dus toen zei iedereen, maar dat mogen jullie helemaal niet. En dan was de reactie niet van, oh, maar dan gaan we ermee stoppen. Nee, de reactie was, oh, dan maken we een wet om dat alsnog mogelijk te maken. En er wordt nu ook gediscussieerd over de sleepwet. Nou, ik weet wel het een en ander van de sleepwet. Om die ook weer wat uit te kleden, zodat de toezichthouders minder mogelijkheden krijgen om de diensten tegen te houden. Dus het zijn niet toevallige incidentjes, maar het zijn meerdere voorbeelden van wetten waarbij de Tweede Kamer niet echt oplet of meegaat in de beweging om meer mensen te gaan controleren. En het kabinet heel graag die data en die technologie wil gebruiken om mensen in de gaten te houden. En dat is niet goed voor onze privacy. En daarnaast is er ook nog een soort van lokale wildgroei. Want zowel op het gebied van gezichtsherkenningscamera's als op het gebied van sensoren die in smart cities worden gehangen, als allerlei algoritmes die gebruikt worden om allerlei lokale vraagstukken te beantwoorden, zie je dat er sprake is van een wildgroei. Bijna elke gemeente, zichzelf respecterende wethouder, is wel bezig met een of ander digitaal project onder het mom van smart city of efficiency. En dat, ik was vanochtend te gast bij de provincie Zuid-Holland. En er waren 52 gemeenten, heeft de provincie Zuid-Holland. En die gemeenten die wilden graag van mij weten wat zij moesten doen op het gebied van digitalisering. En al die wethouders en al die bestuurders, die hebben hele goede intenties. Die hebben het beste met ons voor. Die willen de problemen oplossen. Die willen optimaliseren. Die willen de bevolking beschermen. Die willen de pandemie tegengaan. Die willen fraude bestrijden. Die willen de veiligheid vergroten. Dus het is niet zo dat de overheid slecht is, maar er zijn wel slechte uitkomsten. Slechte wetten, dat is het eerste wat je ziet als bewijs van het feit van mijn stelling dat de rechtsstaat onder druk staat. Maar er gebeurt nog iets. Dat is namelijk dat de overheid zelf ook gewoon de wet overtreedt. En dat is ook iets wat breder gebeurt. De Belastingdienst heeft in de tijd dat zij bezig waren met dat nieuwe volgen van mensen en hun gedrag met toeslagen, heeft de Belastingdienst de wet overtreden. Dat is vastgesteld door verschillende onderzoeksbureaus. De AIVD, de Veiligheidsdienst, en de Militaire Veiligheidsdienst worden regelmatig door toezichthouders op hun vingers getikt, omdat ze zich niet aan de wet houden. De NCTV noemde ik net al, het voorbeeld, dat ze de gele hesjes en andere groepen die misschien onrust gingen stoken, dat ze die heimelijk gingen volgen zonder dat ze daar een wettelijke bevoegdheid voor hadden. De politie bewaart heel veel verschillende soorten data op een manier die niet conform de AVG is. Dus ook de politie houdt zich niet aan de wet. En heb je ook nog allerlei gemeenten die met nep-accounts burgers gingen volgen om te kijken of er niet op social media in hun gemeente dingetjes misgingen. Ook dat was niet conform de wet. En dan was er ook nog een informatieunit van het leger, van Defensie. Die ook allerlei informatie over burgers verzamelde zonder wettelijke grondslag. Dus we hebben een overheid die aan de ene kant wetten maakt waarbij we steeds meer bevoegdheden aan die overheid geven. En die Kamer die laat dat eigenlijk een beetje gebeuren. De Kamer kan het ook niet helemaal overzien. En tegelijkertijd hebben we een overheid die de wet overtreedt op het moment dat die wettelijke bevoegdheid er nog niet is. Nou, dat is een zorgelijke optelsom. En dat is waarom ik denk dat onze privacy in het geding is. En niet alleen onze privacy, maar dus onze autonomie. Nou,
Ik had beloofd dat het zo nu dan even somber zou zijn. Dus nou, even, kom maar even bij, want het is even slikken. Maar we kunnen er wel wat aan doen. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen. En toen ik in de Tweede Kamer zat, dan was het als volgt. Dan ging ik samen met mijn medewerkers nadenken. En dan bedachten we een plan. En dan kwamen we met een soort beleidsvoorstel. En dan gingen we zeggen, we moeten de techreuzen aanpakken. Door te zorgen dat mensen met hun voeten kunnen stemmen. En met hun data ergens anders naartoe kunnen lopen. En dat heet dan dataportabiliteit. Heel rationeel gedacht. Of we moeten zorgen dat andere diensten kunnen concurreren met die machtige spelers. En dan moeten we de mogelijkheden voor bieden. En dat heet dan interoperabiliteit. Ik heb ook nog een voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat al het internetverkeer gelijkwaardig behandeld wordt. Dat heet netneutraliteit. Toen dacht ik, dat is misschien niet zo heel geschikt materiaal voor zo'n privacyreden. Misschien een beetje saai. En ik heb ook ooit nog de cookiewet bedacht, maar daar moeten we het misschien helemaal maar niet over hebben. Dat is waarom jullie allemaal, ik ben zeg maar degene die ervoor gezorgd heeft dat jullie allemaal elke dag die vinkjes wegklikken. Waardoor jullie lekker wel gevolgd worden door die bedrijven. Ik dacht, ik moet het anders aanpakken. Als ik wil komen tot een soort van oplossing, dan moet ik het iets anders doen dan zeg maar saaie beleidsvoorstellen. Maar ik moet wel hoop en troost bieden. Toen dacht ik, hoe gaan we dat doen? En toen dacht ik, er zijn in mijn ogen drie dingen die we allemaal, of je nou bij de overheid werkt, of dat je nou consument bent, of dat je nou een heel ander soort leven of bestaan of werk hebt, die we allemaal kunnen doen. En het eerste is het doorbreken van dogma's. Dogma's, dat zijn vanzelfsprekende gedachten. No-brainers. Dingen waarvan we allemaal weten dat het gewoon waar is. Let op het woordje gewoon. Dat betekent dat we niet goed nadenken over die dogma's. Een van de dogma's die bijvoorbeeld heel belangrijk is, en volledig terecht, die je altijd weer hoort als het gaat om het bestrijden van desinformatie, dan zeggen mensen, ja maar ho eens eventjes, desinformatie, vrijheid van meningsuiting. Want als we desinformatie gaan aanpakken, dat is censuur. Nou, ik geef toe, dat is een hele ingewikkelde discussie. Maar we moeten stoppen met alleen maar denken dat alles wat vrijheid van meningsuiting is, dat dan maar betekent dat we desinformatie moeten blijven laten voortwoekeren in onze samenleving. Dus de politiek zal moeten gaan nadenken over een manier waarop we desinformatie gaan bestrijden. En dan zeg ik niet dat de staat gaat bepalen wat waarheid is, maar we zullen wel iets moeten doen met die desinformatie. En we zullen dat debat dus moeten durven voeren. Dus als iemand op een verjaardagsfeestje zegt, ja, vrijheid van meningsuiting, persbreidel, censuur, ga dan de discussie aan. Iets anders is open en vrije markt, vrijhandel. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er heel veel producten uit landen komen, zoals China. Maar bijvoorbeeld ook andere producenten van technologie waar wij heel afhankelijk van zijn. Waarvan we zeggen, ja maar wij zijn een open markt. We doen aan open handel, dus we laten al die technologie toe. En ik was gisteren bij een bijeenkomst en toen zei ik, misschien moeten we soms bepaalde producten niet meer toelaten. Nee, dat kan niet. Een muur om Europa, dat is protectionisme. Ook dat is een dogma. Soms is het goed om na te denken over het stellen van eisen aan bepaalde producten die we niet meer binnenlaten om onze privacy te beschermen. Zoals bijvoorbeeld de 5G-zendmasten van Huawei. Of de camera's van Hikvision die overal in Nederland bleken te hangen, zoals vorige week bleek. Een Chinees bedrijf wat camera's maakt om real-time te kijken waar iedereen is. Misschien moeten we gewoon beslissen dat we dat niet willen. Dat kunnen we, die keuze kunnen we maken. En een derde ding wat we moeten doen is, we moeten die macht van die grote techbedrijven doorbreken. En ook daar zit altijd een dogma achter, want ik zou wel eens onder die motorkap van die techbedrijven willen kijken. Ik zou die algoritmes wel eens willen zien. Ik zou wel eens willen weten hoe nou bepaald wordt wat ik te zien krijg, wat jij te zien krijgt, wat jij te zien krijgt. Het openbreken van die algoritmes. Maar dan wordt er altijd gezegd, nee, bedrijfsgeheim, patenten. En ook daarvan zeg ik, in het maatschappelijk belang zouden we na moeten denken of we dat dogma blind blijven volgen. Dus het eerste wat ik jullie mee wil geven is, doorbreek die dogma's. Denk langer verder, omdat de tijd veranderd is. Tweede is dat we de mythes moeten gaan ontmaskeren. Als er iemand op het punt staat om data te verzamelen, dan wordt er ongeveer het volgende gezegd. Het is hartstikke effectief, het is efficiënt. Dus we gaan data verzamelen omdat dat zorgt voor een betere oplossing, een betere bestrijding van terreur, een betere bestrijding van fraude. Het is zelden tot nooit bewezen en het wordt zelden geëvalueerd of die effectiviteit er ook daadwerkelijk is. Dus dat is mythe 1. Is data verzamelen altijd effectief? Nee, dat is het niet.
tweede wat je altijd hoort is, ja, maar we doen het anoniem. Dus dan pseudoniem, anoniem, dan is het niet schadelijk. Nou, ik heb in het begin van de reden al uitgelegd dat ook anonieme groepsinformatie leidt ook tot veranderingen. Als data van groepen verzameld wordt, dan leidt dat uiteindelijk toch tot beleid, wat altijd weer een verandering van de situatie geeft. Dus ook collectief verzamelde data heeft invloed. De derde mythe is dat er gezegd wordt, ja, maar dat is neutraal. Technologie is neutraal. Nou, 2 jaar geleden heeft Marleen Stikker de privacyrede gehouden. Dus ik sta in hele grote schoenen. En nou, je moet maar Marleen Stikkers boek lezen. Die legt daar herhaaldelijk in uit dat technologie niet neutraal is. Dus dat heeft zij al uitgelegd, dat hoef ik niet te doen. Maar technologie is niet neutraal. Want technologie is namelijk biased, dan wel door de dataset, die verzameld is om een bepaalde reden. Of door het algoritme, de rekenformule, die op een bepaalde manier is samengesteld. En dan wordt er ook nog altijd gezegd, ja, nee, maar we verzamelen geen inhoudelijke informatie. We kijken niet in uw e-mails. Het is maar metadata. Nou, en ook daar, Dimitri Tokmetsis heeft heel goed uitgelegd dat ook metadata heel veel zegt over wie je bent, wat je doet en hoe je leeft. En dan wordt er vaak als 5e mythe nog gezegd, het is tijdelijk. Maar dat is bijna nooit tijdelijk, het is bijna altijd blijvend. Dus het tweede wat we moeten doen, is die mythes ontmaskeren. Nou, en dan het laatste punt, dat is terug naar de rechtsstaat. We hebben sinds grofweg 1789, 1848, hebben we een rechtsstaat opgebouwd. Met die principes die ik net noemde. En we moeten die principes, die zogenaamd oude principes, die niet achterhaald zijn, maar al wel heel lang bestaan, die moeten we weer gaan respecteren. Op het moment dat we met data en digitale technologie aan het werk zijn. Dus het legaliteitsbeginsel, dat er altijd een wettelijke grondslag moet zijn. Dat betekent, in het geval van data, dat je moet respecteren dat er ook doelbinding is. Oftewel, als je data verzamelt voor doel A, dan mag je die data niet zomaar gebruiken voor doel B. En als je dat wel heel graag wil, dan zou je dat op een bepaalde manier moeten regelen, op een manier die de democratie kan controleren. Hetzelfde gaat voor, je moet altijd proportioneel zijn. Dat betekent dat je zo weinig mogelijk data moet gebruiken. Terwijl de praktijk juist is, bij die overheden die denken van, ja, laten we maar alles verzamelen, dan hebben we het tenminste liggen en dan kunnen we er altijd nog eens een keer gaan grasduinen. Dataminimalisatie is ook iets wat echt veel beter moet worden nageleefd. Ook dat is dus een rechtsstatelijk principe. En daarnaast moet natuurlijk ieder mens in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En dat betekent dus dat alle discriminerende effecten die er zijn in databestanden, omdat de data om een bepaalde reden verzameld zijn, of omdat de formule op een bepaalde manier is samengesteld, waarbij we een bepaalde vooringenomen keuze hebben gemaakt voor de criteria en de wegingsfactoren, moeten we dus ook voor zorgen dat we die gelijke behandeling in gelijke gevallen overeind houden. En tot slot moeten we er gewoon van uitgaan dat mensen onschuldig zijn, in plaats van ze eigenlijk controleren alsof ze schuldig zijn. Dus mijn oproep voor vandaag is, denk goed na over de impact en de verrijkendheid van digitale technologie. Houd die rechtsstatelijke principes in de gaten. Zorg dat je die gewoon terugbrengt op tafel op het moment dat eraan voorbij gegaan wordt. Verdedig de waarden waar we de afgelopen decennia zo ontzettend hard, afgelopen eeuwen zo hard aan hebben getrokken. En laat onze vrijheid niet verwateren door dat digitale technologie ons overkomt. Daar wil ik het bij laten. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En ik hoop dat we dadelijk een leuke discussie kunnen hebben. Volgens mij gaan we nu eerst klappen. Dank. Ja, Kees. Hartelijk dank voor een prachtige reis door de digitale geschiedenis. Dank. Met een beetje hoop aan het einde, dat is altijd fijn. Ja. Er is nu ruimte voor wat vragen uit de zaal. Maar ik maak gewoon gelijk misbruik van mijn positie als moderator om zelf de eerste vraag te stellen. En dat is ik wil het misschien nog even hebben over een ander dogma. Namelijk het dogma van, en ik hoor het een bepaalde politicus gelijk zeggen, een kleine maar slagvaardige overheid. Mm-hmm. En dan dus vooral die wetgever. Zijn er gewoon niet veel te weinig mensen die aan het controleren zijn? Zeker met de opsplitsing, nog meer politieke partijen, nog meer mensen met 6, 7, 8 dossiers onder hun arm die ook nog moeten twitteren, enzovoorts, die het ook nog moeten begrijpen. Mm-hmm. Moeten ze niet eigenlijk gewoon collectief hun hand opsteken en zeggen, wij hebben meer mensen en meer geld nodig om dit te kunnen doen?
Ja, nou, dat lijkt internationaal gezien best wel logisch. Want ik geloof dat Nederland een van de landen is met het minst volksvertegenwoordigers per hoofd van de bevolking. Dus er wordt wel gezegd, we hebben te weinig Kamerleden. Er wordt ook vaak gezegd, we hebben te weinig medewerkers. Het gevaar is het volgende, dat als je in die Tweede Kamer, die op dit moment heel erg met zichtbaarheid en scoringsdrang bezig is, als je tegen die Kamer zegt, hier heb je meer medewerkers, dan is de kans groot dat ze die medewerkers in gaan zetten om meer te kunnen scoren. Dus dan worden de communicatiemedewerkers aangenomen en niet beleidsjuristen. Dus je kunt beter de Tweede Kamer als instituut versterken. Wanneer de Kamer op zijn best is als Kamerleden van verschillende partijen met elkaar gaan samenwerken en een langdurig onderzoeksproject doen. En die onderzoekskracht zou je wel kunnen versterken, zodat de Kamer diepgravender kan zijn. Maar partijen zullen het geld wat ze extra krijgen, ja, wat Jesse Klaver heeft gedaan, die nam op een gegeven moment een soort videoblogger aan. Dus, ja, het is toevallig dat ik Jesse Klaver noem, kan ook een andere partij zijn. Hè? Ik ben niet Jesse Klaver, ik vind het oké. Nou ja, dus de neiging is dan om meer van hetzelfde te gaan doen, terwijl we wat anders nodig hebben. Een eerste mentaliteitsverandering. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de Kamer langzaam maar zeker tot bezinning moet komen om weer die diepgravende, saaie, taaie wetgevingsrol op zich te nemen. En weer die saaie bijlages en die saaie toelichting op wetten. Kijk, een wet beschrijft wat er uiteindelijk in de praktijk gaat gebeuren. En ik heb heel veel wetgeving gelezen over digitale technologie. Als je dat las, dan wist je niet wat er stond. Laat staan wat er dan precies ging gebeuren. Welke kabel werd afgetapt, welke dataset werd gebruikt, welke conclusies werden getrokken. Dat heeft een Kamerlid niet voor ogen, dus dat moet weer terugkomen. Alright, dan wil ik nu naar een eerste vraag. Ja, en zou je kunnen opstaan en je vraag kunnen zeggen? Dan ga ik de vraag herhalen voor de mensen die aan het kijken zijn op de stream. Ja, meneer Verhoeven noemde al de beginselen van datanormalisatie en doelbinding uit de AVG. Ik heb echt niet gehoord over het toezicht op de naleving. Ja. Niet alleen is onze eigen AP heel slecht toegerust om de overheid, laat staan de techreuzen, te controleren. We zien ook dat de Ierse toezichthouder echt leidt aan regulatory capture. Dus hoe moeten we die versterken als ook die overheid die toezichthouder? Helder, ja. Anders kan ik het ook, ja, maar anders kan ik het ook niet meer herhalen voor de stream. Ja. Het is in mijn hoofd, dus aan het gaan en aan het gaan. Ja, jullie moeten vragen herhalen, hè? Ja, dat moet. Dus er werd een vraag gesteld over het toezicht, hoe dat versterkt kan worden, want het lijken soms tandenloze tijgers. Ja. 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 De moderator, hoor. Ja, ik weet het. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ja, maar je deed fantastisch, joh. We hebben ooit een keer in de Tweede Kamer een hoorzitting gehad met hele serieuze juristen. En die zeiden, als je echt wil dat de autoriteit persoonsgegevens en andere privacy toezichthouders in andere lidstaten daadwerkelijk hun taak kunnen uitvoeren, dan zou je ze moeten vertienvoudigen. Digitale tijdperk heeft voor een, dat heb ik uitgelegd, geprobeerd althans, een heel ander soort privacy positie gezorgd. Dus het controleren en het handhaven van alles wat met privacy te maken heeft, is veel ingewikkelder geworden. En ze hebben ook nog die AVG die ze moeten naleven. En ja, ze hebben geloof ik een hele wachtlijst. Ze hebben 25.000 klachten die ze niet kunnen beantwoorden. Ze moeten ook nog allerlei vergunningen verlenen waar ze achterstanden hebben. Ze moeten datalekken opvolgen. Hè. Dus dan moeten ze een datalek, wordt dan bij hun gemeld, moeten ze mee aan de slag. Lopen ze ook gigantisch achter. Dus ja, het water loopt daar helemaal over de schoenen. Staat ze tot aan de lippen. En je zou de capaciteit moeten versterken. Er wordt nu zelfs nagedacht om ze ook een algoritme waakhondfunctie te geven. Nou, wordt dan 3,4 miljoen geloof ik voor vrijgemaakt. Mm. Ja, dat is ook niet echt big money. Dus het is te weinig. Ja. Dus het moet echt veel meer. Dat toezicht moet sterken. Omdat toezicht steeds belangrijker wordt in de manier waarop uiteindelijk de praktijk goed gaat. Wetgeving is niet. Iedereen zegt altijd, wetgeving is verouderd. Valt wel mee. De wetgeving is over het algemeen gebaseerd op algemene richtlijnen die nog steeds heel goed bruikbaar zijn. Alleen de toepassing van die wetgeving, het controleren van die wetgeving, het nauwgezet volgen van wat gebeurt er nou precies. Daar is meer mankracht voor nodig in het digitale tijdperk. Toezichthouders dus. Alright, helder. Volgende vraag. Ja, ik zie daar iemand die kant. Ja, je was vrij negatief over de Tweede Kamer. Hoe denk je over de Eerste Kamer? Vrij negatief over de Tweede Kamer. Hoe denk je over de Eerste Kamer? Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb daar niet in gezeten. En over het algemeen
Is het zo dat de Eerste Kamer een wet kan terugsturen of echt kan tegenhouden? En is in alle gevallen waar ik van zeg dat de Tweede Kamer het beter had kunnen doen, heeft de Eerste Kamer dat ook niet gedaan? We hopen nu wel dat de Eerste Kamer de wet op de gegevensverwerking samenwerkingsverbanden gaat tegenhouden. Ik hoopte eigenlijk dat de regering die wet zou intrekken bij het regeerakkoord, maar dat is niet gebeurd. Dus misschien kan de Eerste Kamer nu een helder rol gaan vervullen, maar tot nu toe hebben ze dat nog niet gedaan. Bent u lid van de Eerste Kamer? Nee. Nou ja, je weet het niet. Misschien is het een soort strikvraag, hè? Ja, ja, ja. Je denkt van, oh ja. Ja, en is dat even als follow-up, hè? Dus het woord fractiediscipline is nog niet gevallen. Nee. Ja, dat kan natuurlijk ook belemmerend zijn voor de kritische instelling van Kamerleden, als ze toch wel de instructie krijgen van, ja, er moet even voorgestemd gaan worden. Is dat ook iets waar we... Is dat een dogma wat we moeten gaan doorbreken? Ik denk dat fractiediscipline niet het allergrootste probleem is. We hebben absoluut coalitiedwang gehad en dat er 76 tegen 74 nipvoorstemmen allemaal aanwezig, in huisplicht, allemaal op tijd je vinger opsteken. Jongens, let op, want we moeten dit er doorheen jassen. Dat is allemaal gebeurd. Maar op het gebied van die... Ik zei juist, die voorbeelden die ik noemde, was 150 tegen 0. Dan is er geen sprake van fractiediscipline, dan is er sprake van collectieve blindheid. Dus ik denk dat fractiediscipline niet het grootste probleem is. Ik denk ook niet dat kennis het grootste probleem is. Tuurlijk, er moet meer kennis komen over ICT en over digitalisering. Ik denk dat die cultuur van gejaagdheid en niet meer de tijd nemen om de diepere dimensies van digitale technologie te zien, ik denk dat daar het probleem zit. En dat los je dus niet op met meer mensen. En ook niet met het doorbreken van fractiediscipline. Dat los je op door gewoon meer tijd te nemen om ingewikkelde zaken te scannen. Ik zie een heleboel vingers. Ik geef naar die vinger, meneer met witte overhemd. Hoi. Oh, ja. Ja. Ja, er is te weinig overzicht over welke gegevens er nou bij de overheid zijn en hoe die worden uitgewisseld. Ja, oké. Kennis is in mijn ogen het feit dat je voldoende gelezen hebt of gehoord hebt over een onderwerp om te begrijpen hoe het werkt. Wat u in mijn ogen bedoelt is eigenlijk meer transparantie en inzichtelijkheid. Dus dat je eigenlijk laat zien wat je doet als overheid. En ik ben het daar volledig met u eens. Op een gegeven moment hadden we in de Tweede Kamer een wens om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander precies kon weten wat er met zijn data gebeurde. In ieder geval de data die bij de overheid was. En toen zei de staatssecretaris, ja, maar dat hebben we al, dat is mijnoverheid.nl. Dat is inderdaad een grapje voor insiders. U bent een insider, want u lacht erom. Maar mijnoverheid.nl, dat is gewoon een website waar gewoon voor staat, hier kunt u alles zien over uw gegevens bij de overheid. Als u iets wil wijzigen, kunt u dat doen via mijnoverheid.nl. Nou, dan ga je vervolgens kijken. En dan klik je iets in en dan klopt iets niet. En dan klik je erop en dan staat er, nee, voor het wijzigen van deze gegevens moet u wel toe naar de organisatie waar het is. Dus het is alleen maar gewoon een website. En daaronder is nog steeds totaal niet duidelijk welke overheidsorganisatie welke informatie heeft. Dus dat moet helemaal anders. We weten het gewoon niet en we laten het ook niet zien. Dus dat inzicht moet er komen. Ik moet ineens denken dat ik altijd een angstaanval krijg als ik dan zie dat iets in mijn berichtenbox zit. Dan denk ik echt, oh mijn god, nou gaat het iets heel ergs. Moet je gewoon wachten totdat de brief binnenkomt, joh. Ja, zo, nou, dank je wel, eindelijk. Huh? Oké, mevrouw. Facebook. Ja. En u zegt in de jaren is wel genoeg kennis. En ik vraag me dan soms toch af dat ik naar de vraag zit te luisteren hoe het gaat met de connectie tussen de wetenschap en de Kamer. Want daar komt een vraag bij te denken. Ja. Dit is de introductie in media. Oké. Okay. Sommige vragen zijn erg amateuristisch, dus misschien is er geen kennis. Nee. Ja, niet hier, hè? Nee, in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer. Hier is het streamerkijker. Hier is het top. Oké. Kennis is niet het enige probleem. Dus ja,
het is absoluut nuttig als Tweede Kamerleden meer kennis opbouwen van de manier waarop digitale verdienmodellen, technische mogelijkheden om in te breken en dat soort zaken. Als dat beter wordt ontwikkeld, is dat absoluut winst. Alleen, er wordt te vaak gezegd, als de Kamer maar meer kennis had, dan zouden ze wel de goede beslissingen nemen. En dat wil ik hier eventjes ontkrachten, want er speelt dus meer. Dat wilde ik zeggen. En laten we met z'n allen afspreken dat we niet spreken van Meta, maar gewoon lekker Facebook blijven zeggen. Vinden ze super vervelend. Gewoon lekker de hele tijd Facebook. Heerlijk. En ja, nee, je hebt gelijk. Ik heb een stukje van die ronde tafel gezien. Ik doe het een beetje denken aan die Amerikaanse senatoren die op een gegeven moment aan Mark Zuckerberg vroegen, ja, hoe verdient u nou eigenlijk geld? Want alles is gratis. En zei, nou, senator, we run ads. En hij zei het dan iets anders, maar hij legde dat toen uit. En iedereen dacht, wat zijn die Kamerleden of wat zijn die senatoren dom? Alleen, ik denk dat inmiddels heel goed duidelijk is hoe het verdienmodel van Facebook of Google werkt. Alleen de stap om dan daadwerkelijk als Nederland of als lidstaat in de Europese Unie te zeggen, we gaan ook daadwerkelijk nu stappen zetten, dat heeft veel te lang geduurd. En dat heeft ook een beetje met ontzag te maken. Het gevoel, het is grensoverschrijdend, het is zo groot, we kunnen er niks mee. Ik had een keer een nota geschreven om iets te doen aan die techreuzen. En iedereen die zei, nou meneer Verhoeven waarschuwt Mark Zuckerberg nog één keer, weet je wel. Er werd gelijk gedaan alsof wat ik bedacht dat allemaal niet kon. Maar ja, ik dacht, ik doe tenminste iets, weet je wel. Dus het is ook wel, er speelt meer dan alleen maar snappen hoe het werkt. Het is ook vervolgens weten hoe je er dan wat aan moet doen. En dat is super moeilijk, omdat het zo mondiaal is. Ik was nog maar één ding benieuwd. Dus jij hebt die omslag meegemaakt. Hè, van die steeds meer gejaagdheid, steeds meer scoringsdriften, steeds meer op je mobiel enzovoort. Ja. Wat waren in die jaren dingen die jij op een gegeven moment probeerde te doen, samen met je collega's, om wel meer die rust in te bouwen? Om wel nog een beetje te kunnen doen aan oordeelsvorming? Ja, maar kijk, ik moet ook eerlijk zijn. Hè? Kijk, toen ik in 2010 in de Tweede Kamer kwam, was ik ook een jonge hond die wilde scoren en die net een Twitter-account had aangemaakt. En die dacht, ik was toen campagneleider, dus ik bedacht ook allerlei dingen. Dus in mijn eerste jaren was ik echt een D66-frontsoldaat. Ik wilde heel graag mijn partij belangrijk maken. Dat was gewoon, daar moeten we gewoon ook eerlijk over zijn. Pas in de laatste jaren, toen ik wat ervarener werd als Kamerlid, en ik het me ook kon permitteren om niet meer de hele tijd in beeld te zijn en voor de bühne dingen te doen en voor mijn herverkiezing te strijden, toen kon ik de keuze maken, en dat heb ik toen ook in de fractie ook aangekondigd, en zeggen, jongens, ik ga nu de laatste jaren ga ik me gewoon eens even helemaal vastbijten in algoritmes. Ik had namelijk kunstmatige intelligentie, in wat iets breder zeggen. In 2018 had ik het boek van Max Tegmark gelezen, Life 3.0. Fantastisch boek. Dat is namelijk een natuurkundige die uitlegt waarom het volgens de materiaalkunde en de fysische wetten mogelijk is dat kunstmatige intelligentie net zo slim of slimmer wordt als menselijke intelligentie. En toen dacht ik ga me daar eens helemaal in vastbijten. Dus ik vertelde dat heel enthousiast aan de fractie. Jongens, ik kies er nu echt voor om dit onderwerp helemaal te gaan. Maar ze keken me aan van, joh, jij bent gek geworden. Dus Kamerleden moeten ook de stap zetten om dat te doen. En dat doen ze meestal pas na een aantal jaar. En dan gaan ze zich meer als Kamerlid gedragen en niet zozeer als partijlid. Dus daarom is die hoge omloopsnelheid steeds korter in de Kamer zitten heel slecht voor de democratie. En die verbrokkeling is ook slecht voor de democratie, want dat betekent dat elke fractie maar een paar leden heeft die dus niet de tijd hebben om die ingewikkelde wetten te lezen. Ja, jongens, ik zit even naar de tijd te kijken. Ik denk dat er nog tijd is voor twee vragen. Ja, ik zag die hand al heel snel gaan. Stel je vraag. Meneer Boek, u heeft in een controlerende rol gezeten in de Tweede Kamer. Zeker. Waar ik benieuwd naar ben, bespreek namelijk een aantal organisaties die binnen de overheid vallen waar het misgegaan. Wat gaat er in die organisaties om, of in de mensen in die organisaties om, dat zij in de eerste plaats een fout maken? Er zijn allerlei misstanden. Wat gaat er eigenlijk in die kopjes om, dat die misstanden ontstaan? Ja, dat is wel echt een hele goede vraag. Kijk. Of je nou populist bent, of socialist, of liberaal, of conservatief. Elke politicus wil onrecht en gevaar bestrijden. Elke politicus heeft de neiging om een bepaalde controle over de wereld te krijgen. Dus wat er in die organisaties gebeurt, is wat heel menselijk is, ze willen zoveel mogelijk grip en controle. En data zijn een soort
gouden middel om zoveel mogelijk controle te krijgen. Dus wat er in die organisatie aan de hand is, ze willen eigenlijk gewoon iets goeds doen voor de samenleving. Ze hebben een goede intentie. Ze willen een terroristische aanslag voorkomen. Ze willen oneerlijke fraude voorkomen. Ze willen kindermisbruik voorkomen. Ze willen het verspreiden van de pandemie, van de coronapandemie voorkomen. Ze willen ellende voorkomen. Dat is hun drive. En dat maakt niet uit of ze links of rechts zijn, of conservatief of progressief. Dat willen bijna alle politici en beleidsmakers. Anders ga je niet. Iedereen zegt, ja, je gaat in de politiek om de wereld te verbeteren. Dus wat er in die organisatie zit, is een soort wens om grip op de omgeving, op de wereld te krijgen. Dingen voorspelbaar te maken. En dan pakken ze er de data bij en digitale middelen om computers te kunnen hacken, systemen te kunnen volgen. Ja, en dan denken ze niet goed na. En verkijken ze zich op de potentiële impact van die enorme schaal en snelheid van die digitale technologie. En dan overtreden ze de wet. Goede intentie, slechte interventie. Die ga ik onthouden. Ja, het is ook een beetje dichterlijk ook, hè? Ik vind de hoogtes die je aan het bereiken bent. Jammer dat het zo klaar is. Ja. Ja, ja, ja. Of misschien een beetje gehoord uit het oude privacy adagium van met de beste bedoelingen komen soms de slechtste dingen tot stand. Mm-hmm. En om het hele politieke spectrum ook een keer te behandelen, ik las van de week in de Volkskrant dat minister Carola Schouten de bedoeling heeft om pensioentekorten bij sommige mensen aan te pakken door de Sociale Verzekeringsbank de adressen te geven uit het UWV. Nou, dan is de eerste vraag eigenlijk, wat vind je van die doelbinding? De kop van het artikel was, minister Schouten zoekt de grenzen van de privacywetgeving op. Wat is daar je antwoord op? En wat vind je van de mogelijkheid? Dat is de derde vraag. Die vraag, dat is dan even jammer voor de streamers. Dus. Nou, in drie, hij werd... Sorry. Ja. Had je maar lekker... Het was 2,50, hè? Ja. Het was 2,50. Ja, dan mis je wel eens iets, hè? Ja. Als er wordt gezegd, we zoeken de grenzen van de wet op, dan zijn we er al... overheen. Op het moment dat je dat gaat doen, is het waarschijnlijk gewoon niet conform de wet. De doelbinding is in mijn ogen niet in orde, want als je iets verzameld hebt voor doel A en je gaat het gebruiken voor doel B, is het per definitie geen doelbinding. Dus dat moet je dan op een bepaalde manier moet je dat gaan regelen. Daar mag zijn voorstel toe doen en dat moet de Tweede Kamer dan zodanig behandelen. Maar het laat zien hoe diep het zit. Want elke keer wordt er weer een nieuwe combinatie of een nieuw verband of een nieuwe dataset die ook wel voor iets anders gebruikt kan worden bijgehaald. En kijk, dat is waarom ik denk ik wilde mijn privacyreden op een bepaalde manier over iets anders houden dan over Google en Facebook. Want dat die privacy schenden, dat weten we nu wel. Mij gaat het erom dat die goede, lieve overheid van ons, met die goede mevrouw Schouten en die goede meneer De Jonge. Hè, meneer De Jonge kwam met een wet om allerlei telefoondata te gaan verzamelen om te kijken of we niet te veel met z'n allen dicht bij elkaar waren bij het coronavirus. Nou, verschrikkelijk. Allemaal goede bedoelingen. Dat zit super diep. En daar wilde ik vandaag de nadruk op leggen. Dat die goede, goed bedoelende overheid zulke gevaarlijke fouten kan maken. Met schade voor mensen echt. En als we daar nou een beetje beter alert op zijn, dan ben ik blij. Heel mooi. Dames en heren, een applaus voor Kees Voegen. Ja. Oké. We gaan van elkaar afscheid nemen in een paar stappen. De eerste stap is dat er zo een heel leuk, confronterend, prikkelend filmpje ingestart wordt. Daar gaan we met z'n allen naar kijken. Dat is gemaakt door de geniale geesten van Setup. Daarna gaan we nog een laatste nummer beluisteren van Simon & Garfunkel. Welk nummer is het? 50 Ways to Leave Your Lover. 50 Ways to Leave Your Lover. Als dat klaar is, nog een heel groot applaus voor onze muzici. Nee, straks, hè, Bas. Straks. Ik wil ook grip hebben, hè? Oké. Dus dan nu eerst het filmpje van Setup.
98, 98. Er is geen borrel. U moet wel degelijk met gezwinde spoed zo het pand uit. Want voor tienen mogen we hier niet meer, na tienen mogen we hier niet meer zijn. Volgend jaar is er waarschijnlijk wel een borrel. Dus tot dan.